Marianne en Johnny, als we voor deze spelen tegen jullie hadden gezegd als coaches van Margot Boer, zij gaat 2 keer brons pakken in Sochi, hadden jullie mij dan voor gek verklaard? Nee. Ja, wat is voor gek verklaren? Ik denk dat je ervan droomt als je met je atleet een medaille mag winnen. Ja, dat is gigantisch gaaf. Alleen, ja, je hoopt en je doet er alles aan. Alleen ja, je moet het wel doen op dat moment. Ja. Hoe komt het, Marianne, dat het zo mee heeft gezeten met Margot, daar waar het de afgelopen jaren vaak net niet was? Nou, we hadden wel heel strak een route neergezet en het OKT was het eerste. En ja, dat heeft ze gewoon heel erg goed gereden en daar heeft ze de stappen gemaakt. Ja, waar ze nu zeg maar is doorgegroeid. En dat was de eerste brons op de 500 meter. Toen hebben we een tussenstap gemaakt van kort naar Nagano en dan weer kort terug. Dus dat ze niet te lang in die tijdzone zit. Waarvan ze ja, een 1000 meter volle bak moest gaan openen. En de eerste ronde ook in een 27 laag moest gaan rijden. Dat heeft ze gedaan. Nou, dan was ze wel helaas weer net vierde. Dus dat gaf wel weer enige ja, zo'n stempel van nou weer vierde en zo. Maar op zich, wij hadden wel de route zoals we dat hadden gewild. Ja, en dat ze het dan hier waarmaakt en gewoon hier op het podium 2 keer staat. Grandioos. Heb je het zien aankomen? Was er een moment tijdens de voorbereiding, Johnny, dat je dacht, Margot gaat voor ons medailles halen? Ze was in vorm. En die vorm hadden we al een tijdje geleden gezien. En die was gewoon goed. Alleen, ik denk dat het grote verschil is dat ze in zichzelf is gaan geloven. En vooral hier het Olympische gevoel heeft gekregen en gedacht heeft van, hé, het is hier mooi. We zijn in een leuke ploeg, we hebben een goede sfeer. We werken fijn met elkaar richting haar ultieme doel. En ja, dan valt hij. Wat voor manier van coaching en benadering heeft Margot nodig? Nou, kijk, iedereen heeft een bepaalde fase in zijn leven. En nu met Margot zijn we zo met het laatste stukje gevoel bezig geweest. En focus en timing. En ja, ook het extra stukje Olympisch gevoel. Wij weten dat als geen ander hoe dat is. We hebben altijd iets extra's kunnen doen. En ja, wij praten daar ook veel over. En ook wat we heel belangrijk vinden. Ook dat je de dingen om je heen op moet slurpen wat extra energie geeft. Ja, en dat heeft gewoon feilloos gewerkt. En dat gevoel is gewoon overgebracht. Dus ja, dat is heel erg gaaf om te zien. Tot slot, hè. Marianne zei eerder deze week dat ze als coach heeft moeten leren dat je een pupil niet moet zeggen, doe het nou gewoon zoals ik het deed in mijn carrière. Want ieder mens is anders. Geldt dat voor Johnny Rom ook zo? Nou ja, ik denk dat het voor mij dezelfde leerschool is als Marianne. Marianne begon iets later als ik als trainer. En ik weet nog heel goed toen ze net begon dat ze vaak genoeg naar mij toe kwam. Van joh, heb jij dat nou ook? Ik zei, ja, dat heb ik precies hetzelfde. En wat is dat dan? Nou, kijk, je weet wat je eigen gevoel is. En je weet dat je moet proberen te verplaatsen in andere personen. Want niemand is zoals jij bent. Jij bent uniek. En dat is hoe je sportbenadering en je sportbeleving is. Alleen je kan wel dingen gebruiken die heel dicht bij die sporten liggen. Maar je moet je eerst de sporten leren kennen. En dan denken van, hey, wat heb ik daar? Waar kan ik iemand triggeren dat hij beter gaat rijden? Nou, dat is de coaching die je daarop los moet laten. Alleen ja, door schade en schande word je wijs. En van elke atleet leer je weer. En dat is iets, je hebt een paar jaar nodig. Trekken de coaches vandaag nou ook een extra biertje open? Nou, we zijn wel van de wijntjes. Ja. We hebben echt even een avondje ontlading. Ja, dat zeker. En daarna dan zitten we weer strak in het regime. Want Yvonne moet natuurlijk nog schaatsen volgende week. Ja, en zij is ook in een hele goede vorm. Het zijn twee huisgenotes. En nou, ze brengen absoluut dat gevoel naar elkaar over. Dus daar moeten we scherp op blijven.